meer dan 2000 jaar geleden beweerde Aristoteles dat het bedrijven van politiek in het diepste vezel van de mens zit. De mens is hij een politiek dier. En als je geen politiek dier bent, dan ben je of een god, ver boven de massa, of een beest, minder dan een mens. Goedemiddag allemaal, mijn naam is John Bijl. Ik ben van het Pericles Instituut. Wij helpen gemeenteraden in het verbeteren van de politieke besluitvorming. Maar misschien kunt u mij ook kennen van mijn bijbaantje bij Binnenlands Bestuur. Daar schrijf ik al een jaar of 10 de column De Mystery Burger. Even in de weg gezeten door een pandemie, bezocht ik de afgelopen 10 jaar elke week een gemeenteraadsvergadering om daar vervolgens een stukje over te schrijven over de kwaliteit van de politieke besluitvorming. Je zult begrijpen dat ik in die 10 jaar meer dan 300 gemeenteraden heb zien vergaderen. En dat is dan nog naast het werk wat ik met gemeenteraden voor het Pericles Instituut doe. De uitspraak van Aristoteles staat niet op zichzelf. Hij was best populair, die gedachte, in de tijd van de stadstaat Athene. Iets meer dan 100 jaar eerder zou mijn baas, Pericles, tijdens een lofrede hebben gezegd: wij beschouwen iemand die zich onttrekt aan het maatschappelijk belang niet als iemand die tot last is, maar iemand waar je niets aan hebt. En hoewel politiek nog steeds in ons van binnen zit, is er wel iets veranderd aan de manier waarop we politiek hebben georganiseerd. Vooral in de aantallen van mensen die actief politiek bedrijven, door raadslid te worden of in een afdelingsbestuur het politiek en het maatschappelijk debat te ondersteunen. Steeds meer lijkt de homo politicus een zeldzame diersoort te zijn geworden. En zeker op links, moet ik daarbij zeggen. Het is vast toeval, denk ik zo, dat de Union for Conservation of Nature met het uitsterven bedreigde diersoorten op de zogeheten rode lijst zet. Het heeft zijn consequenties op het functioneren van onze vertegenwoordigende democratie, die tegenwoordig niet meer direct is, maar langs de lijnen van wat ik een democratische voedselketen verloopt. Vandaag de dag telt Nederland 17.692.306 inwoners. Daarvan hadden er bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 13.187.770 kiesrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat cijfer zelfs iets hoger, zoals u weet. Want mensen die langer dan 5 jaar aaneengesloten woonachtig zijn in dit land en niet het Nederlanderschap beschikken, mogen bij de lokale verkiezingen wel meestemmen. Maar ons kiesrecht is tweeledig. Het actief kiesrecht geeft mensen het recht om een stem uit te brengen, zoals u weet. Vrije verkiezingen zijn immers een bepalend onderdeel van het functioneren van een democratie. En het laat wat te wensen over. Zeker bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst dramatisch. Nog niet de helft, net de helft van de kiezers nam de moeite om bij de vorige verkiezingen te gaan stemmen. Het was 50,4%. In mijn Rotterdam was de opkomst verreweg het laagst. 38,9% van de kiezers ging pas naar de stembus. En in het Rotterdamse stembureau Sommelsdijkse straat in Pendrecht, op Zuid, waar ook Albeda zit, kwamen van de 1431 opgeroepen kiezers er slechts 80 opdagen. Dat is een opkomst van 5,5%. De belangrijkste reden waarom kiezers niet naar de stembus gaan is omdat ze de gemeentepolitiek niet goed begrijpen, zeggen ze in een recent gehouden Ipsos-onderzoek. Waar gaat gemeentepolitiek precies over? En nog belangrijker, wat kunnen raadsleden nou precies doen om daar verandering in te brengen? Wie zijn die raadsleden? Wat kunnen ze en wat willen ze? Onbekendheid en vooral kleurloosheid van politieke besluitvorming zorgden dat de mensen massaal thuis bleven bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hield het probleem maar op bij het actief kiesrecht. Wanneer je kijkt naar het passief kiesrecht zijn de cijfers nog dramatischer. Het passief kiesrecht is, zoals je weet, het recht om je kandidaat te stellen voor die vrije verkiezingen. Iedereen van die ruim 13 miljoen stemgerechtigde Nederlanders kan dat. Maar er zijn er maar weinig die dat daadwerkelijk doen. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben zich een record aantal mensen een kandidaat gesteld. Dat waren er 1579, dus ruwweg 10 keer zoveel als dat er zetels te verdelen waren. Maar het is toch nog maar slechts 0,012% van het totale electoraat. En dan tel ik nepkandidaten, zoals lijstduwers of mensen die eigenlijk liever minister willen worden, niet eens mee. Voor de lokale verkiezingen is niet veel beter.
Te vaak besluiten hele afdelingen dat de gemeenteraadsverkiezingen voor hen geen zin heeft. 4 jaar geleden besloten de Partij van de Arbeid en de VVD in de forense gemeente Hardingsveld-Giessendam niet mee te doen. Om de doodeenvoudige reden dat ze niet genoeg kandidaten konden vinden. Partij van de Dieren scoorde goed in Delft en Amstelveen, maar moest door het gebrek aan goede kandidaten de verkiezingen laten schieten. De spoeling is gewoon te dun. En hij is dunner dan het lijkt. Julien van Ostaaien, politicoloog van de Universiteit van Tilburg, rekende met een natte vinger uit dat de helft van alle kandidaten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk liever niet in de raad willen. Mensen die op de lijst worden geplaatst om de boel maar op te vullen. En die tot hun eigen schrik soms dan gewoon ook raadslid worden. Hoewel de kieswet het niet voorschrijft, worden kieslijsten in de regel ingediend door wat we politieke partijen zijn gaan noemen. Het hoeft niet. Iedereen met pen, papier en met kiesrecht kan zich melden voor verkiezingen. Maar het zijn vooral partijen die kandidaten melden. En hoewel het nergens staat, selecteren partijen deze kandidaten vooral uit hun eigen ledenbestand. In theorie zou het kunnen hoor, iemand op de lijst zetten die geen lid is van je eigen politieke vereniging. Maar ik kan me het gebrek aan comfort om dat te doen goed voorstellen. Daarbij zijn er ook niet echt aansporende voorbeelden. Integendeel, wanneer een partij nogal eens een beoogd stemmenkanon van buiten werft, loopt dat meestal niet goed af. Denk bijvoorbeeld aan Lianne den Haan bij 50PLUS of Wiebren van Haga bij Forum voor Democratie. Dus zit een partij vooral met de leden om daar potentiële kandidaten uit te selecteren. En dan laten de cijfers een problematisch beeld zien. Per 1 januari telden de landelijk opererende politieke partijen 37.799 leden. Dat is net iets meer dan 2% van het totale electoraat. Er zijn in dit land meer mensen die de zeldzame mutatie in het gen MC1R, melanocortine 1 receptor, hebben. Dat wil zeggen 2,45% van alle Nederlanders. Door deze mutatie wordt het pigment pheomelanine bij hen meer aangemaakt. Het komt er in de regel op neer dat er meer mensen zijn met rood haar dan dat er lid zijn van een politieke partij. Voor een levendige democratie, of liever gezegd een democratie die levendig zou moeten zijn, is dat verdomd weinig. De meeste leden roeren zich ook nog niet eens in het actieve politieke leven. De meeste zijn slechts donateur. Goed, misschien dat er eens een keer iemand komt opdagen in een werkgroep of deelneemt aan een politiek café. Maar naar schatting zijn slechts 10% van alle leden van landelijke politieke partijen ook actief in de beweging. Afdelingsbestuurders hier in de zaal zullen me vast bijvallen. Een uitzondering zijn de lokale politieke verenigingen. Daar is de participatiegraad wat groter. Veel hoger, naar het schijnt. Al is het aantal leden wel een stuk lager. In dit land zijn er ongeveer 800 lokale politieke partijen en hun ledenbestand wordt niet echt actief bijgehouden. We weten het niet zeker. Maar slechts door anekdotisch bewijs of steekproef ga ik ervan uit dat de lokale politieke verenigingen zo'n 10% van de landelijke politieke leden telt. En laten we zeggen dat ongeveer een derde daarvan actief is. Met ruwweg 37.000 actieve leden bij politieke partijen die landelijk opereren en een kleine 12.000 bij lokale partijen moet je constateren dat er eigenlijk niet meer dan 40.000 mensen politiek actief zijn. Dat cijfer verontrust me. Nederland kent ongeveer 8500 raadsleden, 750 statenleden. Die worden ondersteund door naar schatting zo'n 3000 burgercommissieleden. Tel daar 334 burgemeester, 12 commissarissen van de koning, 1200 wethouders, 60 gedeputeerden, 374 waterschapsbestuurders, 75 Eerste Kamerleden en 150 Tweede Kamerleden. Pak een beet 25 in het kabinet. En zo'n grofweg 4000 mensen die lid zijn van een afdelingsbestuur of een commissie van de politieke vereniging. Rond het af naar 20.000. Dat betekent dat wanneer een partij moet kiezen om iemand een actieve politieke functie te geven, partijpolitieke functie te geven, dat ze een keuze hebben van 1 op 2. De zonzijde is dat als je actief lid bent van een politieke vereniging, dat de kans groot is dat je ook wat kan gaan doen. En eigenlijk dat je een sukkel moet zijn als dat nog niet is gelukt. Het heeft wel zijn consequenties. Politieke partijen hebben namelijk een functie in ons bestel dat dieper gaat dan alleen het inleveren van kandidatenlijsten.
Ten eerste hoort bij een kandidaatstellingsproces opleiding en selectie. Landelijke politieke verenigingen hebben opleidingsbureaus die trainingen verzorgen aan kandidaten en aan zittende politieke ambtsdragers. Dat is nodig, want ondanks dat het volksvertegenwoordigerschap een lekenbestuur is, wil dat niet zeggen dat het door amateurs moet worden uitgevoerd. Selectie is ook nodig. Voor de meeste mensen is het niet goed duidelijk wat een volksvertegenwoordiger allemaal doet. En partijen bieden dan een keurmerk, een zekerstelling. Maar ik vraag me wel af of beide nog wel goed functioneren als de keuze maar 1-op-2 is voor al die partijpolitieke functies. Voor een tweede functie van het bedrijven, bij de functie van politieke partijen, moet je terug naar de vraag waarom er politieke partijen zijn. Nu zijn politieke groeperingen al zo oud als de democratie zelf. In de tijd van Pericles verenigde politiek gelijkgestemden zich ook net zo goed. En wie daar een doorkijkje van wil, ik kan het romancyclus van Robert Harris over Cicero goed aanbevelen. Die goed laat zien hoe partijpolitieke verenigingen in het oude Rome al bestonden. En ook toen onze democratie nog een districtenstelsel was, waren er politieke groeperingen die kandidaten selecteerden, campagne voor ze voerden en, laten we dat niet vergeten, aanstuurden. Toen onze democratie een evenredige democratie werd, merkten vooral de gereformeerden dat ze samen sterker stonden tegen de veel beter georganiseerde liberalen. Niet veel later kreeg de arbeidersbeweging dat ook door en konden ook de liberalen niet achterblijven met het oprichten van een formele vereniging. Een politieke partij, zoals je wil. Die verenigingen ontstonden niet per se om macht in het parlement te consolideren, maar om een stem te geven aan de achterban. De eerste taak van een politieke vereniging is het vorm en misschien wel richting geven aan de argumenten en idealen van de minderheid in de samenleving die ze vertegenwoordigen. En mensen oproepen en motiveren mee te doen in dat debat. Voor zichzelf opkomen en verhalen vertellen over wat ze meemaken, de verschillen waar Tim het over had. Het geldt heden ten dagen ook nog steeds voor nieuwe partijen, zoals Denk of 50+. En eigenlijk ook voor de oudste partij landelijk in ons land, de SGP. Allen zijn ze nog steeds emancipatiebewegingen die op moeten komen voor hun achterban. Daarbij geeft de politieke partij de volksvertegenwoordigers de mogelijkheid om meer voelsprieten in de samenleving te hebben dan dat ze zelf ooit zouden kunnen organiseren. In de verzuiling was dat makkelijk. Het stroomde allemaal wel naar boven. De verzuilen waren schoorstenen waar argumenten uit de onderkant van de samenleving vanzelf naar de top toe werd getrokken. En tegenwoordig zouden politieke partijen die rol nog steeds moeten vervullen. Het zijn netwerkorganisaties naast die emancipatiebewegingen. En die netwerkorganisaties kunnen standpunten aanvullen of versterken. Ik noem dat de aggregerende functie van politieke partijen. Verhalen ophalen, argumenten verzamelen, de rode draad daaruit halen en de thema's erin zoeken en kijken of ze bruikbaar zijn in de politieke besluitvorming en het besluitvormingsproces. In de huidige discussie over de mogelijke samenwerking met GroenLinks die de PvdA nu voert, mis ik serieus dat element. De belangrijkste argumenten voor de samenwerking gaan over machtsvorming in het parlement. Een vuist maken, zoals het wordt gezegd. Natuurlijk, bij elkaar opgeteld zijn de fracties daar inderdaad groter wanneer je ze nu al bij elkaar optelt. Je weet niet hoe het eruit ziet na verkiezingen. Maar in de politiek is het niet altijd de grootte die de macht bepaalt. De grootte van de vuist is niet degene wat je het meeste invloed geeft. Het is vaak de snelheid waarmee die vuist aankomt. En die wordt bepaald door de kracht van de argumenten die je in je betoog weet te vatten. En juist die argumenten ophalen uit de samenleving is waar je een politieke partij voor nodig hebt. Hoewel een samenwerking tussen PvdA en GroenLinks het zetelaantal voor deze beweging zal doen toenemen, wie weet niet hoe het eruit ziet na de volgende verkiezingen, maak ik me toch vooral meer zorgen om de ledenaantallen van politieke partijen. Het gebrek aan actieve politieke participatie beschouw ik als de grootste bedreiging van onze democratie. Nog boven polarisatie en de openlijk fascistische uitspraken die we tijdens betogen en zelfs in ons parlement horen. Gaat een fusie van die fracties meer ledenaantallen brengen? Rood meer kleur op de wangen geven? Ik denk het niet.
Democratie bestaat immers bij de gratie van het verschil. En ik zou willen beweren dat de essentie van democratie het erkennen van die verschillen is. Verschillen van mening, van oriëntatie, van overtuiging en van stijl, de manier van politiek bedrijven. En een fusie tussen partijen zal die verschillen altijd uit de weg gaan of dempen. Ik zie een metafoor met gemeentelijke herindelingen. Na een gemeentefusie daalt de opkomst tot 10 procentpunt. En de participatie in een nieuwe gemeente blijft vaak decennia achter. Een herindelingsgemeente wordt door inwoners als kleurloos ervaren. En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het bij een fusie van twee partijen anders zal zijn. Je ziet het goed in de lokale politiek. Politici die alleen maar wijzen in hoeverre ze op elkaar lijken. We willen toch allemaal hetzelfde. Verliezen hun democratisch bestaansrecht. Wanneer het er niet toe doet of niet toe lijkt te doen, blijven kiezers thuis. De opkomst bij de burgemeestersverkiezing in Utrecht ging tussen Ralf Paans en Aleid Wolfsen. Weet u nog? PvdA Zevenvinker 1 en PvdA Zevenvinker nummer 2. De opkomst was 9%. Vergelijk het eens met de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam in 2002. Toen Pim Fortuyn meedeed met zijn Leefbaar Rotterdam. De opkomst was hoger dan de 4 jaar daarvoor. Maar ook de 4 jaar daarna, in 2006, was de opkomst weer hoger. Omdat de politieke strijd mensen naar de stembus trok. In 1998 was er een strijd in Zoetermeer over wel of niet gedifferentieerd afval inzamelen. Het zogeheten DIFTAR. De opkomst was nooit zo hoog geweest. Mensen willen wat te kiezen hebben. Zeker in onze pluriforme, seculiere en individualistische samenleving. Waar kiezers selectiever zijn dan ooit. Niet alleen op het stembiljet, maar ook in de supermarkt. In de jaren 80 kon je het als uitbater nog permitteren om alleen Heineken, Amstel en Bavaria in het bierschap te hebben. En tegenwoordig willen we juist wat te kiezen hebben. Ook op het stembiljet. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad kwamen er 14 fracties in de raad. Niet omdat mensen zich afsplitsten, maar omdat de kiezer dat wilde. Die wilde die verscheidenheid. Pluriformiteit, mensen, is een zegen. Een overwinning op de gelijkvormigheid van de verzuiling. De grootste uitdaging van links is niet samenwerking en kracht in het parlement. Macht, bij gebrek aan een beter woord en misschien toegankelijker begrip invloed, zijn altijd het gevolg van emancipatie van de achterban. Van mensen, groepen die voor zichzelf opkomen in de samenleving en een stem terecht opeisen. Zetelaantallen zijn een consequentie van eigen verantwoordelijkheid en zelfverzekerdheid. Wat mij betreft doet links er goed aan om niet de overeenkomsten, maar juist de verschillen te benadrukken. Dat kan zonder elkaar te bestrijden overigens. Door juist vanuit die verschillen je eigen standpunt te benadrukken, motiveer je anderen te participeren. Je moedigt mensen aan om lid te worden en te gaan stemmen en wellicht te emanciperen. De toekomst van onze democratie is wat mij betreft niet in het zoeken van overeenkomsten, maar juist in het erkennen van het verschil. Dank jullie wel.